Ja, kom binnen. Goedemiddag. Een goede middag. Hallo. Dag. Kiara. Ga zitten. Welkom. Dank u. Ga ik toch even precies vragen, want ik heb het niet helemaal goed verstaan, je voornaam. Kiona. Kiona. En een volledig Kiona? Kiona Hernández Sienti. Zo, dat is niet Nederlands. Een hele mond vol. Ja. En wat wil dat zeggen, Kiona? Waar kom je vandaan? Ik ben geboren op Curaçao. Ja. Dus dat is dan mijn afkomst, Antilliaanse. Ja, Antilliaanse afkomst. En nu woon je hier in Nederland? In Nederland, ja, ik woon in Amstelveen. Amstelveen, dat is een eind uit de buurt. Jawel, maar toch altijd wel leuk om even in de trein te zitten en naar buiten te kijken, relaxen. Ja, ja. Maar het Rotterdamse zomercarnaval is belangrijk genoeg om hierheen te komen, begrijp ik? Oh ja, natuurlijk. Altijd gezellig, feest, ja. Dus waarom niet? Je bent vaker geweest of ben je nu echt voor het eerst... Nee, toen ik wat jonger was, deed ik nog regelmatig mee, bijna elk jaar. Naarmate ik wat ouder werd en naar de middelbare school ging, paste dat niet meer, lukte dat niet meer zo. Mm-hmm. Hebben we het even gestopt en nu weer de 100% erachteraan. Ja. En meedoen, dan was je dus deelnemer vroeger en dat neemt veel tijd in beslag, neem ik aan. Ja en nee. Natuurlijk, de parade zelf neemt veel tijd in beslag. Mm-hmm. En de aanloop er naartoe en alles wat je moet doen voor je kostuum, dat neemt wel tijd in beslag. Maar het is allemaal wel waard uiteindelijk. Is het ontzettend gezellig. En als je er loopt en iedereen ziet. Ja. En dat heb je nog wel gedaan na die jaren van deelname? Of ben je even weg geweest? Nee, ik ben altijd wel blijven kijken. Ik ben er één jaartje tussenuit gegaan, echt naar het buitenland. Maar daar heb ik het carnaval Curaçao wel gezien. Dus het gevoel heb ik niet gemist. Oké. Nu ben je dan kandidaat queen, zoals het heet. Hoe komt dat zo? Is dat je eigen wens? Ben je daarvoor uitgekozen? Een vriend van mij, die was dus bevriend met de carnavalsgroep Elegance. Elegance? Ja, Elegance. En die zei van, nou ja, ze hebben een queen nodig en hoe zou jij dat vinden? En ik vind je er wel bij passen. Toen heb ik dus kennis gemaakt met de groep zelf. En dat was ontzettend leuk. En ik voelde me gelijk thuis. En dat ik zei van, ja, dit doe ik wel. Dat vind ik wel leuk. Wat moet ik me voorstellen bij Elegance? Hoe ziet zo'n groep eruit? Wat doen ze? Ja, we noemen onszelf een beetje Elegance BV. Omdat het echt het is een hechte groep. Iedereen helpt elkaar. We hebben op Rotterdam-Zuid een locatie waar we alles maken. Dus ook de kostuums. En iedereen helpt elkaar met veren plakken, met glitters plakken, paillettes. Van alles en nog wat. Dus het is echt een hechte groep. Het is niet alleen van je vertegenwoordigt de groep even. Ja. Maar je bent ook echt een deel van de groep. En hoe groot is die groep? Ja, ik denk rond de 80 personen. Oh, oké, zoveel. Ja. Het is wel een grote groep. Ja. En jij bent uit die groep naar voren gekomen? Of je zei een vriend benaderde mij? Ja, ik heb nog nooit met de groep meegedaan. Dit jaar is dus de eerste keer bij de groep zelf. Ja. En het bevalt me wel eigenlijk. En die groep zal een bepaald thema uitdragen, neem ik aan? Ja, een explosion of glitter and glamour. Zo. Dus van alles nog wat explosies. Maar dat wil zeggen gewoon benadrukken, de glitter, de glamour. Het benadrukt onze naam als Elegance, van elegant. Maar ook natuurlijk carnaval, dus glitter en glamour en alles spettert en spattert en heel uitbundig. Ja. Maar je komt zelf uit Amstelveen, zeg je, daar woon je. Namens een groep hier op Rotterdam-Zuid ga je dan, die vertegenwoordig je. Hoe oud ben je? Ik ben 22. 22. Maar het is niet zomaar dat ik even Rotterdam heb gekozen. Ik heb wel 14 jaar in Rotterdam gewoond. Ja. Voordat ik dus naar Amsterdam ben gegaan. En daar studeerde ik dus ook geneeskunde. Vandaar dat ik dus in Amstelveen zit. Dus is de reis te groot. Ja. Dus vanwege de studie zit je daar. Ja. En je bent al ver in de studie? Of? Ik ben op dit moment mijn bachelor aan het afronden. Oké. Dus dat gaat wel redelijk. Dat schiet op, ja. En nu heb je tijd vrij kunnen maken om hier aan mee te doen? Ik had toevallig net een tentamen, dus ik kom net voor mijn tentamen aangereisd. Oh, oké. Maar het lukt wel. En tevreden over het tentamen? Want dat is ook jawel. Heb je voorstelling van wat het Queen zijn inhoudt? Wat er van je verwacht wordt? Ik denk dat het een combinatie is tussen gezelligheid, vriendelijkheid, maar ook je verantwoording kennen en dingen proberen te passen in je schema, ook al ben je druk, toch gewoon netjes op tijd aanwezig zijn en doen wat er gevraagd wordt. Ja. En die tijd kun je maken met je studie? Ik ben er, dus blijkbaar wel. Ja, maar goed, dit is niet het enige moment, Nee, het lukt wel. Het is gewoon een kwestie van de dingen goed inplannen en aan je planning houden. En je uitstraling als koningin, wat stel je daarbij voor? Ik bedoel, het is die middag van het zomercarnaval, maar het is meer. Ja, ik denk dat je gewoon echt jezelf moet blijven. Als je van jezelf al iemand bent die het leuk vindt om met anderen om te gaan en met anderen te praten, dan moet je dat vooral doen. En dan moet je niet opeens heel streng gaan zijn of juist heel timide. Je moet gewoon lekker jezelf blijven en dat is dan ook de beste uitstraling voor jou. Ja,
Dat is voor jou heel belangrijk. Ja. Jezelf blijven, op die manier daar staan en op die manier die vertegenwoordiging doen. Stel je voor dat je het wordt, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan we gillen. Dan gaan we als eerst gillen. Jij zegt, dan gaan we gillen. Ik doe de niet groep. Mee, hè? Oh, nee, de groep. Ik bedoel, ja, je doet natuurlijk wel, je staat er wel als queen alleen, maar je bent er niet alleen gekomen. Er zit een hele groep achter en iedereen die geholpen heeft met je kostuum en ook met het dansen en alles. Dus je moet altijd de mensen bedanken die je hebben geholpen. Okay. Dus mocht dat zo zijn, dan gaan we gillen. Oké, dan gaan we gillen. Je bent welkom op onze summer school. Je weet, wij organiseren hier aan Veenoord een summer school. We willen de queens toch nog wat dingetjes bijbrengen die ze mogelijk mee kunnen nemen om een goede queen te zijn. En we hopen jou de komende weken daar ook te kunnen verwelkomen. Nou, het past in je schema, zeg je. Het is een beetje een kwestie van afspraken maken. Oké, we zien elkaar daar terug. Dank u wel. Bedankt voor je komst. Dat is fijn. En tot ziens. Oké, goedemiddag.